Hoi allemaal, hey! Wie is hier Esmee Anne? Kan je even iets naar de kant komen? Ja. Ja, sorry jongen. Mijn naam is Unique Sporten. We willen je van harte feliciteren met het winnen van het Unieke Sporttalent van 2018. Dat ja, gewonnen? Ja, echt wel. Esmee Anne is een jonge dame van 19 jaar met een verstandelijke beperking. Ik heb epilepsie, nier- en darmafwijking en onderlichting lichaam. Een topper, een doorzetter, een lieve meid, hart van goud en een sportjunk waar ze iedereen mee gek maakt. Voor ons als ouders betekent het met name loslaten, omdat epilepsie, open water zwemmen, dat is eng. Esmee Anne heeft aanvallen in het water. Maar met open water zwemmen kun je haar niet zomaar eruit halen. En daarom ben ik ook dankbaar dat ze nu met een buddy mag gaan zwemmen. Ik ben Joyce en ik ben buddy van Esmee Anne. Ze vroeg of er iemand met haar mee wou open water zwemmen bij de Special Olympics. Open water voor mij, dat is net zoals je droom. Ik blijf altijd doorstromen. Je voelt heel erg veel vrijheid. Dus ik ben ook heel blij met Joyce, want zonder haar had ik niet mijn droom waar kunnen maken. In het zwemmen en de andere sporten die ik doe, vind ik heel erg veel geluk. En dat geluk dat ik dan voel, dat gun ik zoveel meer anderen. Echt nu bovenaan mijn bucketlist staat, is toch een triathlon doen. Ik ben nu veel aan het hardlopen. Nou ja, fietsen, dat doe ik telkens op weg naar mijn werk en weer terug. Dus het lijkt me heel erg gaaf om dat een keer te doen. Dus, en dan samen met Joyce. De unieke sporttalenten van 2018.